Hoi, Gerry hier van Gerry's Craft Room en welkom op mijn kanaal. In deze video wil ik laten zien hoe ik de achtergrond van deze kaart gekleurd heb met gilding polish voor dit hele mooie ombre effect. Eerst laat ik zien hoe je de spons applicator bovenop de pot kunt openen. Je klikt de bovenkant opzij en het opent heel makkelijk zoals je kunt zien. Ik ga twee kleuren gebruiken voor de label. En de producten die ik heb gebruikt, die zal ik in de onderstaande beschrijvingsruimte voor jullie toevoegen. Ik begin met het aanbrengen van de lichte kleur. Ik ga een paar keer over het papier heen om het te bedekken en ik doe ongeveer de helft van de label. En daarna begin ik met de donkere kleur. Ik doe hetzelfde en ik ga een beetje over de lichte kleur heen om de kleuren mooi in elkaar over te laten lopen. Ga ik er nog een keer over met de lichte kleur om een mooie vloeiende overgang te krijgen. En ik voeg nog een beetje extra kleur in om in de hoek om de kleur mooi dekkend te krijgen. En nu voeg ik nog wat donker toe om de kleur ook in die hoek nog iets dekkender te maken. Nu zie je nog steeds wat strepen, maar dat geeft verder niet, want het zal aan het einde niet meer te zien zijn. Nou, voor de kaart gebruikte ik drie kleuren, van licht tot donker, en ik heb ze op precies dezelfde manier aangebracht. Voor de bloemen heb ik pixie powder gebruikt. Die heb ik aangebracht nadat ik de bloemen heb gevormd en in elkaar heb gezet. En ik heb het ook op de swirl gebruikt en ik heb ook nog wat microbeads toegevoegd voor een leuk effect. Ik heb de label geëmbost en je kunt zien dat de strepen helemaal niet meer zichtbaar zijn. Om de kleuren nog meer over te laten lopen ga ik nog gilding polish aanbrengen op de label. Licht op het donker en donker op het licht. En dit is de embossing folder die ik heb gebruikt en die kun je ook in de beschrijvingsruimte hieronder terugvinden. Nu breng ik de gilding polish met mijn vinger aan. Op deze manier vind ik dat ik wat meer controle heb. En ik begin met de lichte kleur en je kunt zien dat de kleuren nu nog mooier in elkaar overlopen. Blijf gewoon beetjes aanbrengen totdat het naar je zin is. Als je het niet leuk vindt om je vinger vies te maken, kun je ook het sponsje gebruiken met een beetje gilding polish eraan en dan heel licht het papier aanraken. Beter twee keer een beetje dan in één keer te veel. Daarna begin ik met de donkere kleur en je ziet dat ik wat gilding polish pak en dan eerst met mijn vinger over het papier veeg. Op deze manier zit er niet te veel aan mijn vinger en zo kan ik alleen het verhoogde gedeelte kleuren. Ik breng het ook een beetje over het midden aan zodat de twee kleuren echt mooi mengen. Ik ben begonnen met de lichte kleur zodat ik mijn vinger tussendoor niet hoef schoon te maken en er geen donkere kleur in de lichte kleur komt. Dan zie je dat mijn vinger helemaal blauw is, maar je kunt ze heel eenvoudig afkrijgen. Ik neem gewoon een babydoekje en ik veeg het zo schoon. De label is klaar en is zo een mooie achtergrond om verder te verwerken. En hier kun je het voor en het na van de laatste stap zien. Ik hoop dat je deze leuke techniek zelf wil proberen. Vind je mijn video leuk, klik dan op het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken!